Welkom allemaal vandaag voor de webinar van Succesvol ondernemen in de zonnestroom, advies, installatie en garantie. Mijn naam is Dursun Kilic, ik ben de voorzitter van de vakcommissie Zonne-Energie en ik wil graag vandaag de aanwezigen introduceren zodat ze zich kunnen voorstellen. De inhoudelijke kant komen we straks bij meerdere sheets terug. Ik begin aan mijn rechterkant. Christa Scheepbouwer, kun je je even voorstellen? Mijn naam is Christa Scheepbouwer. Ik ben juridisch adviseur bij Techniek Nederland. En ik ga jullie straks vanmiddag wat vertellen over garantie en rechtsbescherming. John? Ja, John van Vught, vakspecialist elektrotechniek bij Techniek Nederland. En ik probeer een beetje te moderaten en de techniek een beetje te beheersen. En verder laat ik het graag aan de anderen over. Dankjewel. Helene? Helene Minderman en branchemanager van de vakcommissie Zonne-Energie bij Techniek Nederland. Dankjewel. Wouter? Goedendag, Wouter van den Heuvel, eigenaar Solarbox. En ik ondersteun de vakcommissie bij vragen aangaande zonne-energie. Dankjewel. En de laatste, Marjolein. Marjolein van Brugge en ik werk voor Wijkgenieten Medische Regio. En ik wil jullie heel kort in meenemen in wat wij kunnen doen op het moment dat je personeel over hebt in deze situatie. Dank u wel. De zonne-energiemarkt is heel druk in de landen zoals jullie weten. En daarop willen wij een aantal mogelijke vragen beantwoorden vandaag. En kijken hoe we verder de zonnepanelen, zonne-energiemarkt kunnen versnellen. Of misschien een bijdrage leveren zodat de markt een beetje op een stabiele wijze door kan gaan. Volgende sheet. Ja, dat zijn onze gastsprekers, hè? Die hebben zich al voorgesteld. Ja. Maar ze hebben alle drie een leuk onderwerp, een mooi onderwerp. Juist, daar komen we straks zo op terug met ieder onderwerp. En de volgende is dat John een beetje een voorstelling van de huidige situatie. Ik heb even wat mededelingen, even wat alle huishoudelijke mededelingen. Zoals iedereen wel gemerkt heeft die kijkt, dat de camera's en de microfoons zijn uitgeschakeld. We hebben geen pauze, want het is een webinaartje van een uur. We krijgen wat polvragen. We willen jullie graag meenemen in wat vragen stellen en kijken wat voor beeld we daar dan ophalen. De chat staat open en de vraag en antwoord. Niet iedereen heeft altijd toegang tot vraag en antwoord binnen Teams, maar je kan, als je vragen hebt, zet ze in de chat. Die zal ik zoveel mogelijk doorgeven aan de sprekers om te behandelen. Maak je geen zorgen als je niet meteen gesteld wordt, maar dat proberen we toch een beetje te begeleiden. Mochten er vragen zijn die we niet kunnen beantwoorden, doen we dat op een later tijdstip. Ja. De presentatie komt en de presentaties en de opname van deze webinar kun je terugkijken op YouTube en komen uiterlijk met 2 weken beschikbaar. Daar krijg je dan een bericht van. Om een beetje te wennen aan die polvragen starten we met een paar polvragen. En de eerste vraag die ik eigenlijk aan jullie wilde stellen is met hoeveel personen zijn jullie aan het kijken? Want soms zitten wel eens hele kantines vol met installatiebedrijven die met heel veel mensen kijken. Dat is best wel leuk om even te weten. Dus die polvraag wordt nu gestart. Die komt in het scherm en vul dat even in. En dan zien we uiteindelijk ook de resultaten verschijnen. 92% 15 antwoorden. En die verschijnen ook in de chat, Wouter, dankjewel. Dus je kan daar ook zien. Dus geef even antwoord voor degenen die nu aanwezig zijn. Daar hebben we een beetje een beeld van. Dus meedoen is leuk, hè? Meedoen is en leuk en geeft ons allemaal heel veel informatie. 18 antwoorden. Ik heb zo geen beeld hoeveel mensen er nu in de webinar zitten, volgens mij. Hoeveel kan ik? 33? 34. Okay. Nou prima, dan laten we dat hierbij. Dan hebben we nog een volgende polvraag. Want deze webinar, die hebben we natuurlijk, even kijken, 18 antwoorden. We willen graag weten wat een beetje de reden is waarom je aan deze webinar wil deelnemen. Een beetje in beeld, dan kunnen we daar eventueel met in de presentaties of met de vragen rekening mee houden. En dat is een wordwolk, die komt nu op. En een wordwolk is een, die kun je een
een tekst invoegen. Een woord, hè, waarom, hè, interesse of kennis opdoen of een ander woordje invullen. En dat mogen jullie ook doen, hè, jongens, in de webinar. Je mag zelf ook iets invullen. Informatie, garantie, kennis en wat eigenlijk de antwoorden die het meeste voorkomen. Dat gebeurt dan in zo'n Word-wolk. Dat komt dan een beetje in de chat, zie je dat terug. Het zijn hele kleine lettertjes altijd. Maar we hebben wel een beetje informatie. Informatief, kennis opdoen rondom garantie. Groei ook, hè, groei. Ondersteuning en informatie van Techniek Nederland. Nou, ik ga ze niet allemaal oplezen, maar kennis opdoen en informatie is wel de belangrijkste. Oké, dankjewel. Dan is het even een beetje een beeld, omdat we die zonnepanelenmarkt is natuurlijk al een aantal jaren actief. En we zitten nu op een punt dat, ja, dat we door moeten met z'n allen. Met alle gevolgen, met alle dingen die we zien in de markt. Dus wij waren ook even benieuwd wanneer jullie begonnen zijn met het aanleggen van zonnepanelen. Wanneer ben je als bedrijf daar nou mee begonnen? En dat kan ook van alles zijn. Is dat 2024, 2023 of zelfs al voor 2020? Antwoorden voor 2020. 82% zijn al meer dan 4 jaar actief in de markt. Dus 6% 2021. Ook wel een paar dit jaar pas begonnen. Dus we hebben een beetje een beeld, hè, jonge nieuwe bedrijven die op de markt zijn en andere. Ik heb er eentje 2003. Ja. Ik zit even te kijken. Nee, kun jij in de lobby even nog wat mensen toelaten alsjeblieft? Dan laten we deze ook even passeren. En dan hebben we alleen nog een vraag van, nog de laatste vraag voordat we met de presentatie gaan beginnen. Is, en dat hoor je ook wel vaak, ben je nou alleen zonnestroominstallateur? Dus ben je echt een specialist puur op zonnestroom? Of ben je algemene installateur die ook zonnestroom erbij doet? Of ben je klimaatinstallateur die ook zonnestroom doet? Oftewel, ben je echt alleen daarmee bezig of wat breder georiënteerd? Dus als je die wil invullen. Dus een beeld te krijgen. Om een beeld te krijgen, dan zie ik dat 78%, 22% is alleen zonnestroominstallateur van de mensen die... Van de 18. Van de 18 de antwoorden die we hebben. Er zijn 40 personen, zie ik, in de webinar. Dus ik wil toch wel, als het kan, die andere 22 ook vragen om mee te doen. Want hoe meer informatie we met elkaar verzamelen, hoe meer we weten met elkaar en hoe meer we ook als vanuit Techniek Nederland voor jullie kunnen doen. Oké, dankjewel. Dan is dat de pollvragen. Dat was dus met hoeveel personen zijn we aan het kijken. Wat is de reden? Hebben we een mooi antwoord op. Wanneer bent u begonnen? En bent u alleen zonder zo'n installateur? Nou, die vragen hebben we. Als we dan naar de huidige situatie kijken, de markt is flink in beweging. Hè? Er gebeurt heel veel. Ik heb een paar dingen op een sheet gezet, maar ik kan me voorstellen dat er misschien nog wel meer zijn. Ja, nou, dat zijn, denk ik, de installateurs zijn daar al mee bekend. Zeker de erkende installateur en ook installateurs die niet aangesloten zijn bij Techniek Nederland. Is er een, voor de consumentenmarkt is er een dramatische situatie. De markt is helemaal ingezakt, zoals we dat noemen. We zijn wel wereldkampioen in zonnepanelen. We hebben de meeste zonnepanelen afgelopen 2-3 jaar geïnstalleerd. En we zien dat de overheid ook in stabiel beleid voert. Energietarieven zijn niet transparant. En terugleverkosten zijn enorm in de media en ook in de markt aanwezig. Sommige energieleveranciers wel terugleveren kosten, sommige niet. Prijzen van de producten en systemen zijn enorm gedaald. Het is ook geen stabiele markt om materialen in te kopen. De vakmanschap van de installateur wordt niet herkend door de consument.
En dat is ook een van de redenen waarom we dit webinar ook gestart hebben. Om zoveel mogelijk het consumentenvertrouwen terug te winnen. En ook duidelijkheid te geven en vertrouwen te kweken voor de echte installateur. En de erkende installateur. En daar staan we nu op dit moment. En we zullen straks ook kijken hoe we de toekomst vooruit zien. Voldoende denk ik nu voor dit beeld. Geen vragen op dit moment. Er is wel één vraag van hoe ziet daar de toekomst eruit. Maar daar komen we dan zo meteen straks wel terug. Even terug, ja. Als we dan kijken naar advies, hè, we geven advies aan als installatiebedrijven. En dan kijken we ook Wouter aan, die is daar ook elke dag mee bezig, met Doesen ook. Advies aan consumenten over wat kun je met een zonnestroominstallatie, wat betekent dat? Als je dan ziet wat er allemaal bij komt kijken. Dat is een heel, heel groot plaatje, maar daar zie je eigenlijk alle ingrediënten wel in. Een zonnestroominstallatie is niet een op zichzelf staand iets, ja, het produceert elektrische energie. Maar hoeveel is belangrijk? Waar wordt het ingezet? Hoeveel gebruik je zelf? Welke apparatuur heb je? Heb je een auto? Misschien een batterij straks? Er wordt van alles gevoed vanuit het net of vanuit die zonnestroom. En de juiste keuze hangt echt van een hele hoop factoren af. Misschien kunnen we nog een toevoeging doen, John, in dit plaatje. Dat de zonnestroominstallateur, die vaak in de historie vaak keek alleen naar de zonnestroominstallatie. Ja. En nu gaan we steeds meer andere installaties bij betrekken in een woning of een gebouw, MKB. En dat is wel belangrijk om hier een goed beeld te krijgen. Wat komt er nou allemaal bij kijken? En dit merken wij zelf ook. Ik denk de installateurs die ook luisteren op dit moment. Dat het ook voor hun heel belangrijk is om al die installaties die in een woning naar voren komen, dat daar ook een beeld voor hun moet zijn. Ja. Zeker. Wouter, nog iets aan toe te voegen? Herkenbaar voor jou? Ja, vanuit jouw bedrijf? Ja, zeer zeker. Zoals in het nieuws is, en nadat ik kort geleden ook al een stripje van eindtekort. Waarin aangegeven werd, heel leuk en grappig, eigenlijk heel verdrietig, dat de klant vraagt aan de zonnepanelen-installateur van ja, wat is nou die terugverdientijd? En dat hij eigenlijk van dezelfde installateur 5 antwoorden krijgt, omdat hij het moeilijk vindt een eenduidig antwoord te schetsen. Er zijn zoveel dingen aan de hand en aan het veranderen, iedereen snakt naar duidelijkheid. En het wordt alleen maar complexer, ook door dat het salderen nu weer in opspraak is gekomen. En dat ze zeggen, nou 2027 gaat dat weer opnieuw bekeken worden. En ja, dan wordt eigen gebruik wordt steeds belangrijker als we niet meer kunnen salderen. En dan worden alle andere dingen die je hier op deze afbeelding ziet steeds belangrijker. Omdat het is niet alleen maar productie, maar ook je verbruik op afstemmen. Ja. Laten we kijken of we daar iets mee kunnen. Ja. Want wat we willen, Doesen zei het ook al, hè, de erkende zonnestroominstallateur. Daar zitten een aantal componenten in. Advies, veiligheid en kwaliteit en aantoonbaar vakmanschap. Maar vandaag gaan we een onderdeel van het advies eruit pakken. Want we willen natuurlijk die wensen en die behoeften van die klant in kaart brengen. En we willen uiteindelijk een goed aanbod hebben als zonnestroominstallateur. En dan hebben we te maken met al die aspecten die we net zeiden. Hè? Met het net, je eigen opwek, je verbruik en misschien wel in de toekomst ook wel een batterij al dan niet in je eigen huis. Dus dat speelt allemaal mee. En we willen eigenlijk, daar horen realistische berekeningen bij. En een berekening waar je eigenlijk als installateur en consument iets mee kan. Want dat is heel belangrijk. En die berekening willen we maken. Om een voorbeeld te geven, ik ben zelf ook natuurconsument. Dit is een plaatje van de opbrengst van mijn zonnepanelen en verbruik van een paar dagen geleden, want de zon schijnt nu. Nou, ik weet er wel iets van natuurlijk, hè, als vakspecialist, maar om nou hier precies uit te vogelen, wat is nou eigen opwek, eigen gebruik, hoe kan ik het nou optimaal inzetten, wanneer moet ik die wasmachine nou wel en niet aanzetten, heel erg lastig. Dus daar moeten we ook iets mee. Maar het modelletje om te komen tot, hè, hoe breng je nou, Wouter, daar kom jij dan zo meteen aan bod, hè, met jou, met de presentatie van de rekentool. Er zijn gewoon veel aspecten die spelen bij die energienota, bij een consument. Waarbij de installateur, jullie zelf natuurlijk een belangrijke rol spelen. Wat kost nou zo'n installatie? Wat heb je nodig om het te onderhouden, om het te maken enzovoort. Maar die andere drie partijen, die zijn minstens net zo belangrijk. En
de betrouwbaarheid van de overheid, daar kunnen we allemaal iets van vinden. Transparantie van de energiemaatschappijen. Maar ook een stabiel net, als je hebt over netcongestie. Dat zijn alle drie ook hele grote factoren op de keuze die gemaakt wordt. En om dat nou een beetje in kaart te brengen in een tool. Daar heeft Wouter een hele mooie... Sorry, doe eens aan jou, want ik ben misschien te snel. Ja, even teruggaan op deze lijst. Als Techniek Nederland zijn wij ook drukdoende om met partijen, met overheid, met energiemaatschappijen en ook de netbeheerders in gesprek te gaan. Om te kijken hoe we dat stabiel kunnen maken en hoe dat voor de toekomst duidelijkheid verschaft wordt naar de consument of naar de hele energiemarkt. Wij weten hoe moeilijk het is om bepaalde veranderingen, zoals Wouter ook daar zei, van de salderingsregeling die 2027 gaat afgeschaft worden. Maar dat weten we ook niet, 100% zekerheid. En in maart was er ook een voorstel in de Eerste Kamer wat gezegd is van nee, we gaan het niet afschaffen. Dus betrouwbare overheid, dat is ook een van de belangrijkste hot items binnen Techniek Nederland. Waar we dus enorm veel aandacht aan besteden als vakcommissie ZON. En daar zouden we ook graag de signalen vanuit de installateurs willen horen. Wat zij ervaringen zijn. En dat zouden we ook graag met informatie gevoerd willen worden. Ik heb een polvraag. Hè? Ja. En dat is namelijk de vraag. Met wie van die partijen zouden we nou als... Zouden jullie nou als eerste in gesprek gaan? Wie moeten we nou als eerste bespreken om daartoe te komen? En hier kun je in schuiven. Dus dit is weer een andere manier van. Dus schuif, zet de meest belangrijke of de meest urgente, wat voor jezelf is, zet die eens bovenaan en de minst belangrijke onderaan. En ze staan bij iedereen in willekeurige volgorde. Dus soms denk je van, hey, is dat precies goed? Dan heb je mazzel. Nou, dit is heel, heel belangrijk om te weten waar de installateurs mee te maken hebben. Dus graag, geef je mening. Af en toe zie ik via LinkedIn voorbij komen dat bepaalde reacties vanuit de installateur of de adviseurs. Maar goed, wij horen veel meer graag van jullie. Ja. Wij zijn er voor de installateurs. Oké, nou, het begint een beetje te schuiven. 17 antwoorden. We zien het een beetje bewegen. Ja. Oké. 20. Ja. Toch die overheid doet zijn, onze lokale landelijke overheden. Nou, we hebben 2 dagen geleden al een gesprek over, maar het gaat gewoon verder. Dus... Hey, goed, dan gaan we toch naar de gezien de tijd ook naar de tool. Wouter, jij hebt een heel mooi tooltje voorbereid. Ja. En wil jij daarvoor eens mooi om dat live te demonstreren, wil jij je eigen scherm daarvoor delen? Dan, Ik zal mijn scherm aan. Zal ik bij deze het woord dan ook over? Ja, zeker. Ja, ja. Helemaal goed. Samen met de vakcommissie we zitten steggelen over de huidige situatie. Dus zoals net ook al gezegd werd, is er gebrek aan vertrouwen. Dat komt vooral door onduidelijkheid. Ja, er wordt door heel veel verschillende partijen van alles genoemd. Waarbij vooral de een noemt dit qua terugverdientijd, de ander noemt dat qua terugverdientijd. Maar er wordt niet gekeken naar de input. Vroeger ook waren de berekeningen vrij eenvoudig. Door het salderen wist je alles wat je produceren was voor jezelf. En dat was een vrij eenvoudige rekensom. Er zijn nu veel meer facetten komen kijken bij dit verhaal. Er zijn, zoals je net zag op de andere slide, meer mensen die invloed hebben op de kostprijs van die zonne-energie. Nou, die hebben wij zelf heel veel zitten denken van wat kunnen we daarmee. Als je gaat kijken naar de verschillende energieprijsvergelijkingssites, gaslicht.com, energieleveren, nou keuze.nl, noem ze allemaal maar op. Ja, dan zijn er zoveel energiebedrijven als dat er zijn, zoveel verschillende rekenmodellen zijn er. En we wilden toch dat we allemaal wat makkelijker een gesprek konden voeren met onze klanten in vrij snel tempo. Ja, duidelijkheid verschaffen, dat die klant ook ziet waar de schoen wringt, waar de keuzemomenten liggen, wie daar verantwoordelijk voor is. Wij kunnen als installateur garant staan voor de energieproductie, maar wat de klant daar dan ook voor krijgt of kan verrekenen, ligt bij het energiebedrijf. Deze tool ga ik je nu stapsgewijs mee doorheen nemen. Niks hoogdravend, geprobeerd zo toegankelijk mogelijk te houden, want we willen uiteindelijk ook dat als je dit met je klant in gaat vullen, want daar is die eigenlijk voor bedoeld, ja, dat die klant ziet wat er gebeurt en dat hij ook weet welke keuzes er gemaakt worden, wat de gevolgen zijn.
Doelstelling is uiteindelijk ook van die tool dat je dan dat eventueel bij offerte bij zou kunnen sluiten als een apart blad, waarmee je dus zeg maar jouw berekening, jouw voorstel naar de klant, jouw offerte hebt kunnen toetsen, waardoor die klant zegt van, nou, niet alleen de installateur zegt dat, maar dat wordt inderdaad ook door de branchevereniging gedragen en waar je terug kunt vallen. Maar dit is ook gemaakt, Wouter, voor de erkende installateur. Ja, met alle facetten erbij, kosten erbij, garantie erbij en alles wat daarbij komt. Ja. En niet voor de niet-erkende, laat ik dan maar op zeggen, die verschillende prijzen kan invoeren. Niet voor de aanschafprijzen, maar ook onderhoud en alles wat erbij komt. Dus dat is wel goed. En de achtergrond voor de berekening van zeg maar kilowattuur prijzen vanuit de markt, die wordt ook meegenomen in deze berekening. Ja, ja, ja. Ik ga er gewoon doorheen lopen, want uiteindelijk werkt dat het makkelijkst, het snelst en het duidelijkst. Er zijn een aantal dingen die wij invullen waarvan wij vinden dat de ECT, de erkende zonnestroominstallateur, waar we meermaals naar refereren, dat wij vinden dat die daar achter moet durven te staan. Dat gaan we dus, die dingen gaan we dus ook invullen. Even heel makkelijk, links bovenin zien we, hebben we van John even ingevuld. Naam, we hebben de adres gegeven van Techniek Nederland even ingevuld. Nee, maar een voorbeeld. Klaar, we moeten wel even weten waar die berekening voor was, zodat je bij het juiste dossier kan bijsluiten. Rechtsbovenin de ruimte om de installateur in te vullen. Nogmaals, dit is een eerste voorstel. Hè. We hebben ook graag feedback als je dingen mist of erin wil hebben. Laat dat alsjeblieft ook weten, want hij gaat er sowieso komen. Ja, we hebben een stukje onafhankelijkheid nodig. Nu is het moment om feedback te geven. Dan nemen we dat graag mee. Als dat toegevoegde waarde heeft, dan gaat dat zeker opgenomen worden. Goed, weer terug naar de invulsheet. We hebben de installateursgegevens gehad. Ja, we gaan nu kijken bij de energiebedrijven. Dat is eigenlijk links, het tweede invulveld van linksboven. Welke vergelijkingssite pak je? Daar zit natuurlijk nog een verschil in. Voor dit rekenvoorbeeld heb ik even gaslicht.com gepakt. De datum gepakt, want de klant moet wel weten dat als ik vandaag een rekensom maak, en ik vraag vandaag een prijs op bij een energieprijsvergelijker, dan zal die naar waarschijnlijkheid morgen anders zijn. Dat heeft gewoon te maken omdat de prijzen die aangeboden worden vloeibaar zijn. Advies hierbij ook is als je deze tool dus gebruikt en je neemt dus input over, dat is een basis voor deze tool, laat je zo zien, je neemt input over een energieprijsvergelijkingssite, maak daar ook dan een kopie van en sluit die bij, zodat die klant naar de rand ook kan zien van welke gegevens je gebruik hebt gemaakt. Voor dit verhaal, ik scroll heel even naar beneden toe, komt hij naar boven. Wacht ik even totdat het aansluit. Ja, ik heb gegevens ingevuld bij de website. Zal ik even inzoomen. Dan wordt alles wat groter. Schrijf even wat heen en weer. Blijf even hangen. Klein momentje nog. Ja, daar is die. Ik heb een basisgezinsverbruik genomen. Dat kunnen jullie nu. Dat is wat klein. Ik zal het zo meteen boven duidelijk invullen. En er komt de totale jaarnota uit. Die staat hier. Ja. Alle details zijn erin meegenomen. Die nemen we over. Wat is de huidige jaarnota? Wat zagen we staan? €2244,99 voor iemand die geen zonnepanelen heeft. Want... Dat was ik, hè? Ik was dat. Ik zat daar niet zo. Ja. Dit zijn mijn gegevens. Ja. Dit zijn... Alvast, John. Alvast, hè? Ja. Ik zie hier de kilowattuurprijs onderin het scherm ook staan. Ik zie een 22,5 cent staan voor normaal tarief in €23,75. 0,254. Heel apart dat in de huidige energiemarkt je er nu dus achter komt dat de prijs in het taltarief hoger ligt dan een normaal tarief. Hoe komt dat? Nou, op dit moment wordt er overdag dus veel duurzame energie ingevoerd, waardoor er overdag een overschot is. Ja, en dus de wereld begint een beetje om te draaien. Heel apart. Ja, wereld op zijn kop. Het energieverbruik. Ik was uitgegaan van een gemiddeld gezinsverbruik. Nou, daar kun je zelf natuurlijk alles invullen. Ik voor deze, want dat sluit aan bij de notas die ik, of de energieprijzen die ik heb opgevraagd. Vul ik dat in. Ja, we verbruiken wat meer overdag. We verbruiken wat minder. 'S Avonds. We hebben 1000 kuub gas. Waarom vul ik het gas ook in? We doen toch niks met zonnepanelen? Nou, we zijn erachter gekomen dat sommige energieleveranciers wel of geen gas ook van invloed laten zijn op de uiteindelijke jaarnota. Hier kun je als installateur, dat is het volgende, aan te schaffen zonnepaneelsysteem.
Daar kun je als installateur jouw eigen systeemprijs invullen. Ik vul nu puur voor de rekensom even een 5000 euro in voor een 4000 kilowattuur op jaarbasis. Daar ben en blijf je natuurlijk helemaal vrij in. Ik vul hierin de productgarantie van de panelen. Want we moeten uiteindelijk ook wel gaan kijken wat kost dat systeem nu ongeveer globaal. Ik vind, ja, de meeste waarde van een zonnepaneelsysteem ligt toch nog steeds op het dak. Ja, de onderconstructie, de optimizers, mieconformers, dat soort dingen. We moeten ergens vanuit gaan. Voelt die klant of voel jij je daar niet comfortabel bij, kun je wat minder invullen. Ben je dus vrij in, daar kun je je eigen gesprek van maken met de klant. Als erkende zonnestroominstallateur vind ik ook dat we nu eens een keer moeten durven praten over inspectieservice en onderhoud, wat als gemeengoed gezien moet gaan worden bij het hebben van een zonnepaneelsysteem. We hebben toch na al die jaren zijn we er wel achter gekomen dat onderhoud gewoon echt een onderdeel is van het hebben van een PV-systeem. Dus laten we daar alsjeblieft ook mee beginnen. Nogmaals, je bent er vrij in daar zelf in te vullen waar je happy van wordt. We hebben nu gekozen voor een bedrag waarvoor je in ieder geval de deur uit kan gaan, heen en weer kan rijden en echt op locatie serieus het systeem kan bekijken. 500 euro met wat administratie bij over een periode van 4-5 jaar. Nogmaals, daar ben je vrij in om... Ook door een aanvulling daarop, over de onderhoud, vertellen wij vaak van, joh, voor een cv-ketel van 1500 euro ga je op jaarbasis ook 120 tot 150 euro betalen, ja, om het onderhoud te laten doen. En je betaalt die koopt hierin voor 5000 euro. Dat is toch een forse waarde aan materiaal die je koopt en laat installeren. Een serverkosten op jaarbasis voor 120 euro, 130 euro voor een zonnepaneel moet toch niks uitmaken. Maar wel een voordeel aan de klant geven dat je een goede installatie hebt. Ja, ja. Nogmaals, vul hem gewoon in, want uiteindelijk bij de resultaten worden in de resultaten weergegeven met en zonder. Dus vul hem met een gerust hart in, dan kan die klant zien wat kost dat nu en krijgt hij een beeld ook bij. En dan weet je ook wat de gevolgen zijn van de keuze die je maakt. Daar gaat het uiteindelijk met deze tool wel heel erg om, dat die klant weet wat zijn nou de factoren die van invloed zijn. Hoe kan ik die beïnvloeden? Goed, volgende. Ik heb hier nog wat een advies of een tip bijgezet. Ja, mocht een fabrikant, ja, nu heel simpel, toch geen garantie geven op de arbeid van omwisselen, wat heel veel fabrikanten van zonnepanelen gaan niet doen, ja, dat is markteigen, ja, dan is het misschien verstandig om hier een extra reservering op te nemen voor wat extra geld achter de hand. Mocht er wat gebeuren en mensen moeten dak op, dat er wat meer ruimte is bij die particulier. Maar nogmaals, je bent daar vrij in. Volgende. Uiteindelijk zien we dat doordat we niet meer kunnen salderen, ja, of beperkt kunnen salderen en anders gerekend wordt voor energie die we terugleveren, en we noemen terugleveren, maar eigenlijk produceren die we aan het net leveren, omdat we het niet gelijk op consumeren. Dat we wat een gedeelte zelf opeten, dat is één op één raak, maar alles wat we terugleveren, dat is een andere waarde. Hier heb je dus de gelegenheid om te zeggen, wat eten we direct op? Direct eigen verbruik. Ja, 30 in een normaal tarief, 30 dal tarief. Dat wordt eigenlijk zo'n beetje als standaard gezien. Kleine toelichting erbij, mocht je een thuisaccu nemen, mocht je een energiemanagement systeem nemen, dan is er een mogelijkheid om dat percentage natuurlijk groot te beïnvloeden. Ja, doe dat ook, want dan kun je ook zien aan de resultaten wat dat voor een rendementsverschil oplevert voor jouw systeem. Wouter, het is natuurlijk ook gedragsverandering bij het gedrag van de consument. Heeft daar natuurlijk ook invloed op. Ja. Ja, hoe meer jij als die zonnepanelen produceren, ja, zelf gebruikt, hoe hoger dat percentage wordt. Ja, dat klopt. Dat percentage wordt wel hoger. We zitten nu alleen nog wel in de merkwaardige situatie dat door het salderen, we hebben nu terugleverboetes en salderen. Ja. Wat je dus ziet is als je meer zelf direct gaat consumeren, is het niet direct van invloed op een besparing op jouw kilowattuurprijs. Nee, dat snap ik, ja. Maar kun jij daardoor wel van invloed zijn op je boetestafel waarin je terechtkomt. Zie. Maar goed, omdat dan dus zo complex wordt, hebben we ook gezegd, neem nu eens dit. Ja, dat wordt zometeen duidelijk wat het is. Want ja, dat geschrijf niet zo. We willen het wel stimuleren, eigen gebruik. Ja, natuurlijk, daar moeten we wel naartoe. Ja, maar ja, wel naartoe. Wat dan de consequenties? Kunnen we dit zeggen, Wouter? Dat je eigenlijk een uitspraak, wat ik vaak doe, is van zoveel mogelijk zelf verbruiken. Ja. Dus liefst tot 80%. Ja. Alles wat je opwekt, zoveel mogelijk zelf gebruiken. Misschien opslag met water of bakkenbatterijen, noem het maar op.
dan verdien je heel veel. En dan heb je ook geen kosten meer. De onafhankelijkheid, wat vaak ook de klanten, sommige klanten dat ook willen. Ja. Daar moeten we streven de komende jaren om daar een oplossing voor te bedenken. Ja, ja, het lichtnet gebruiken als zeg maar, een oneindig grote accu, wat we niet met salderen al die jaren hebben kunnen doen. Precies. Ja, dat gaat niet meer. Er zijn niet genoeg consumenten tegenover. Dus wat je krijgt, alle stroom die je niet opeet en die je terugbrengt op het net. Ja, daar ga je kosten voor berekend krijgen. Ja. Via de netbeheerder energiebeleid. Wat wordt de nieuwe nota? Volgende. Wat we nu hebben gezegd, we hebben hier links hebben we 2400 kilowattuur, 1600 kilowattuur ingevuld, bij elkaar 4000 kilowattuur. Ja, ik heb 30% direct eigen verbruik ingevuld. Ik hou dus een gedeelte over wat ik terug ga leveren aan het net en daarna weer terug moet kopen. Ik ga dat invullen weer bij het energiebedrijf. Dus wat wordt de nieuwe situatie als ik als zonnepaneel-eigenaar nu een nieuw contract wil afsluiten? Ja, dat is dus en voor je nieuwe klant om een beeld te schetsen, maar ook voor je bestaande klant een stukje advies wat je kan doen. Dan gaan we invullen bij de energieprijsvergelijking, in dit geval gaslicht.com, gefeliciteerd jongens. Hoeveel stroom maken we, hoeveel stroom leveren we terug? Dat staat er, die waardes die zie je boven ook in. Dan komt hier het nieuwe jaarbedrag uit. Daar zitten alle boetes, opslagen, rekenkosten, transportkosten, alles zit erin meegenomen. En dan hou je dus uiteindelijk gewoon eigenlijk, wat is dat, €1485,54. 14,85,54 vullen we in, ja. En waar zijn we dan? En uiteindelijk is dit te begrijpen voor iedereen. Dit is wat je jaarlijks bespaart op je nota, want het verschil tussen wat je betaalt zonder zonnepanelen en wat je uiteindelijk moet betalen voor met zonnepanelen, dat is wat je overhoudt. Nou, dat delen we door 12 maandbedrag. We kunnen aan de hand hiervan kunnen we dus ook uitgerekenen wat is de nieuwe energieprijs als je zelf stroom maakt. Dat is als we geen rekening houden met die reserveringkosten onderuit de service. Hier staat dus wel het bedrag bij. En wat zien we? Ja, met deze bedragen, dus deze systeemprijs. Ja, even iets naar links. Bij deze systeemprijs en deze opbrengst en die garantie komt dit eruit. Ja, ga je naar een systeem toe met 40 jaar garantie. Ja, dan gaat je zonnestroomprijs gaat omlaag. Omdat je de kostprijs van je zonnepanelen over een langere periode uitsmeert. Ja. Maar stap 3 zie ik de resultaten nu, Wouter. Dat is eigenlijk waar ik de meeste belangstelling voor heb. Nee, dus ja. Met alles uiteindelijk, ja, helemaal. Precies. Ja. Ik vind wel, we moeten wel van een situatie af dat. En ik denk dat die tool wel goed is om alleen maar over terugverdientijd te praten. Ja. We moeten praten over duurzaamheid. Wat levert het op? Zelfstandig, autonoom zijn. Eigen energie opwekken. Goede investering. Het is meer als alleen maar constant. Wij willen eigenlijk helemaal niet meer, niet meer over die terugverdientijd praten. Nee, klopt. Kijk, uiteindelijk waarom zit hij er nog in? De vraag gaat gesteld worden door 90% van die mensen. Heb je daar geen antwoord op? Kom je niet vertrouwwekkend over? Hij staat er nu bij, dan kun je zeggen: dit is zoals het nu is. Hier onderin, want dat wordt wel ook interessanter. We komen ook in een type klant. Dat misschien niet allemaal zo kapitaalkrachtig is. Dus naar externe bronnen gaat kijken. Voor een stukje financiering, warmtefonds of dat soort zaken. Nou, dan weten we dus, nou, voor wat voor percentage kan ik dat geld beschikbaar gesteld krijgen? Is dat 3, 4 of 5%? Ja. Nou, dan ga je hier kijken. En zelfs met reservering voor service onderhoud. Hou je voor iedere euro die je dus leent, betaal je 4%, krijg je 8,7% terug. Uiteindelijk is dat dus voor iedere euro die je dan leent, hou je bijna 5% krijg je daarvoor terug. Nou, dan zie je dus dat voor die klant gewoon interessant wordt. Het is niet mijn eigen geld. Even, ja. Nou kom je helemaal los, hè? Maar we zijn al bijna op het einde van jouw tijd. Is goed. Ik ga hem even afronden. Even afronden en dan komt er nog één vraag en dan gaan we, door. Want ik vind hem al geweldig. Als jullie eerste indruk, Christen, jij en Meilen, je zien nu voor de eerste keer dit zo. Ja. Klinkt dat helder? Als consument, hè? Even gewoon. Als consument, hè? Als consument. Ik ook als consument, hè? Als je dit hoort vertellen, Wouter, en je zou zo in gesprek komen, is dat dan. Hij is wel gebruikersvriendelijk. Nou, rondom af. Ja, precies, rondom af. Bij dit, want dat is wel het verhaal natuurlijk. Er hoort wel een disclaimer bij. Die moet je eigenlijk ook wel even voor jezelf doorlezen en met de klant bespreken, zodat hij ook echt snapt wat in de huidige situatie in de hand is. Ja, wij kunnen alleen maar iets zeggen over de huidige marktsituatie. Of als die morgen verandert en dat is niet van tevoren aangegeven, kunnen we daar geen rekening mee houden. Gaan we dus ook doen, zijn wij dus ook, als we kijken naar het voorgaande plaatje. Er zijn verschillende stakeholders in. Wij als installateur zijn verantwoordelijk voor de productie van die stroom tegen een bepaald bedrag.
De rest die van invloed is op die rekensom zijn externe factoren. Dat moet ook benoemd worden, zodat die klant ook weet, het is niet die installateur die de boel loopt te moeten. De energiebedrijven vrij naar eigen inzicht wel of geen kosten in rekening te brengen. Doordat je die twee notas pakt, zit al die kosten erin verrekend. Ja, we houden nog steeds het salderen aan en we gaan pas rekening houden met wat anders in deze tool op het moment dat het daadwerkelijk door de overheid geïmplementeerd is. En dat kun je herleiden uit de melding in de staatscourant. Tot die tijd dekt deze tool de lading volledig. De uitkomsten van die rekentool geven ook een beeld gebaseerd op informatie uit externe bronnen. Dus die klant is ook mede verantwoordelijk voor het checken van die bronnen. En leg dat dan eens uit. Vul het samen met ze in. Dat scheelt enorm, merken wij. Ja. Hey, wil jij zelf even in de chat kijken naar de vragen? En voor straks op het einde even kijken of je daar of in de chat even antwoord op geven. Ja. Of mondeling, want dan gaan we... Ben je afgerond? Ja? Ik ben afgerond. Ik ben de timekeeper, dat is een lastige taak, maar dat moet ik doen. Lees hem door, geef feedback, houd er rekening mee. De tool gaat er sowieso komen en we gaan erover zorgen dat we met z'n allen weer een eenduidig verhaal kunnen uitdragen. Ja. En dat schept vertrouwen. Succes. Goed zo, dankjewel Wouter, dankjewel. Helemaal goed. Dan gaan we heel snel door naar Christa. Ja. Christa, wat mij betreft mag jij jou... jouw scherm delen, want we hadden hier de tool en dan met u goed vinden, meneer de voorzitter. Prima. Christa, je hebt denk ik een korte presentatie van 15, 20 minuten ongeveer. Zoiets, ja. En dan gaat het over de garantie en de regressrecht. Klopt. Niet de regressierecht, maar de regressrecht. Ik moet iedere keer herhalen van of die woord wel goed is. Sommige mensen, installateurs, kennen dit ook niet. Wij vonden dat heel belangrijk om dat hier door Christa, de deskundige juridisch adviseur, om dat goed terug te koppelen naar de installateurs, de erkende installateurs, onze leden. Wat dat betekent voor de installateur in de markt bij onze algemene voorwaarden. Die we toepassen bij de AVIC, als ik mij goed herinner. Klopt, ga ik ook nog even. Dus ik geef het woord aan Christa. Ja, hiermee. Dankjewel. Inderdaad, garantie en regressrecht. Eerst ga ik in op de rechten van jullie klanten, hè, dus de garantie. En daarna zal ik jullie verhaalsmogelijkheden op jullie leverancier uitleggen. Daarbij is het goed te weten dat hetgeen ik vandaag ga bespreken echt alleen geldt voor overeenkomsten die zijn gesloten tussen jullie als installateur en een consument, dus een particuliere klant. Voor zakelijke opdrachtgevers kunnen andere regels gelden, waar ik vandaag niet op inga. Heb je vragen, stel ze in de chat. Dan kunnen we kijken of we die meteen kunnen beantwoorden. Zo niet, ik kom er uiteraard op een later moment op terug. Op de laatste sheet geef ik trouwens ook de contactgegevens van Techniek Nederland advies. Weet dat je daar ook altijd met juridische vragen terecht kan. Nou, er bestaan in Nederland verschillende soorten garanties. Allereerst kunnen er in algemene voorwaarden bepalingen over garantie en aansprakelijkheid zijn opgenomen. Bij ons staan die voor een consument, dus een particuliere klant, in de AVIC. Dan is er vaak ook nog een fabrieksgarantie. En heeft de consument op basis van de wet recht op een deugdelijk product. Dat noemen ze ook wel conformiteit. Daar kom ik zo op. Eerst de algemene voorwaarden. Techniek Nederland heeft verschillende sets algemene voorwaarden beschikbaar. En de algemene voorwaarden voor installatiewerk voor consumenten, afgekort de AVIC, zijn bedoeld voor werkzaamheden voor particulieren. Nou, de AVIC is te downloaden op onze website. En weet, die voorwaarden moeten onze leden jullie dus verplicht toepassen op een overeenkomst met een consument. Algemene voorwaarden zijn trouwens niet automatisch van toepassing. Daar moet je iets voor doen. Om ze van toepassing te laten zijn op een overeenkomst, moet je ze voor het sluiten van de overeenkomst, dus eigenlijk in het offertestadium, van toepassing verklaren. En je moet dus duidelijk in je offerte vermelden welke algemene voorwaarden, in dit geval de AVIC, je van toepassing verklaart op de overeenkomst. En daarnaast moet je de wederpartij, dus de opdrachtgever, voor het sluiten van de overeenkomst de gelegenheid geven om ze te kunnen lezen. Nou, volgens de wet heb je aan die verplichting voldaan als je ze aan de andere partij verstrekt. Dus simpelweg gewoon meesturen. Het is niet vereist dat de andere partij ze dan ook daadwerkelijk heeft gelezen, maar hij moet wel de mogelijkheid hebben gehad. Dus dat betekent dat je bij elke offerte een exemplaar van de van toepassing verklaarde algemene voorwaarden bijvoegt. Kan een hardcopy zijn, kan ook gewoon een pdf zijn. Maar weet, een enkele verwijzing is vaak onvoldoende. Dan kan je in de toekomst nat gaan en dan kan die consument zeggen, hey, ik heb niks gezien, ze zijn helemaal niet van toepassing. Christa, als het op de website staat van een installatiebedrijf, is onvoldoende.
Eigenlijk wel. Het kan wel, maar dan moet je echt de directe link hebben gedeeld in je offerte. Ja. En dat ze echt meteen bij die voorwaarden uitkomen. Dan kan het wel, maar dat is vaak niet het geval. En dan kom je al in een grijs gebied. Nee, dus wij raden aan, doe hem gewoon kleine moeite sturen mee. Ja. Nee, meestal wordt er een link bijgelegd. Dit is een digitale offerte. Ja. In die digitale offerte kun je een link meesturen. Dan kan als, als je meteen terechtkomt bij die, bij die specifieke voorwaarden en niet op een pagina en daar je zelf de voorwaarden moet gaan uitzoeken of gewoon op de homepage. Mm-hmm. Maar direct die voorwaarden, dan zou dat eventueel ook nog kunnen. Ja. Even kijken. Nou, artikel 18 van de AFIC die gaat over garantie. Daarin wordt een termijn van 18 maanden na oplevering genoemd. En het staat de installateur natuurlijk vrij om een langere termijn af te spreken met de klant. Maar in principe geldt deze termijn als je niks anders afspreekt. Die garantie op basis van de AFIC die ziet uitdrukkelijk slechts op gebreken in het werk. Het is verkeerd uitgevoerde werkzaamheden. Er staan in artikel 18 lid 4 ook een aantal uitzonderingen. Denk aan dat de garantie vervalt wanneer gewoon de gebreken in de installatie niet binnen bekwame tijd, hè, dus redelijke tijd nadat ze zijn ontdekt of hadden moeten worden ontdekt, schriftelijk zijn gemeld door de klant. Gebreken die zijn veroorzaakt door een fout van de klant of verzuim van de klant of van buitenkomende oorzaken, dan vervalt die garantie, specifiek deze garantie, op gebreken in het werk. En naast de garantie op de werkzaamheden uit artikel 18 van de AFIC zit er vaak ook een fabrieksgarantie op en heeft de consument dus op basis van de wet nog rechten. Eerste fabrieksgarantie. Het komt veel voor hè, dat fabrikanten voor producten een eigen garantie afgeven aan de consument. Nou, die fabrieksgarantie is op basis van een zelfstandige relatie tussen fabrikant en consument. Op grond van de fabrieksgarantie kan de consument dus eigenlijk rechtstreeks de fabrikant aanspreken. Het gebeurt in de praktijk ook vaak dat hij bij de installateur aanklopt, maar hij kan het rechtstreeks doen. De inhoud van de garantieverklaring van de fabrikant die bepaalt dan welke rechten de consument heeft tegenover de klant. De consument tegenover de fabrikant, moet ik zeggen. Nou, wanneer de fabrikant failliet is, dan kan de consument uiteraard geen beroep meer doen op de fabrieksgarantie. In ieder geval, dan kan hij daar niet meer aankloppen. Maar de aansprakelijkheid van de fabrikant op grond van de fabrieksgarantie, die staat naast de aansprakelijkheid van jullie als installateur, op grond van de wettelijke bepalingen in geval van een gebrekkig product. Dat komt dan uit het consumentenkooprecht. En de consument kan dus eigenlijk kiezen wie die aanspreekt. Of de fabrikant op basis van de fabrieksgarantie of de installateur. Hij kan dus kiezen welke rechten hij gebruikt. Nou, wat is dat nou? Ik heb het al een aantal keer genoemd. Op basis van het consumentenkooprecht uit het burgerlijk wetboek heeft een consument recht op een deugdelijk product. In de wet staat geen standaard garantietermijn van bijvoorbeeld, ik noem nu 2 of 3 jaar, maar kun je alles invullen. Dat kennen we in Nederland niet. Wij zijn daarin eigenlijk uniek in Europa. In Nederland is dat gebaseerd op conformiteit en dat noemen ze in de volksmond ook wel de wettelijke garantie. Die is afhankelijk van wat je van een product mag verwachten. Dat aanspreken van of de installateur of de fabrikant zelf. Ja. Wie wordt er het meest aangesproken? Ik heb het idee dat de installateur altijd als eerste wordt aangesproken. De installateur, en misschien is dat ook wel het fijnste, dan hou je regie op de zaak. Ja. Dus ik denk dat je dat ook wel wil. En dat is in de praktijk. Waarschijnlijk in de praktijk. Maar het zou kunnen dat ze direct de fabrikant... Ja, dat zou kunnen. Ja, oké. Ja. Maar wie bepaalt nog een vraag? Recht op conform en deugdelijk product. Precies, nou wat is dat nou? Ja. Hè? Als een product niet de eigenschappen blijkt te hebben die een consument redelijkerwijs van dat product zou mogen hebben, dan kan die daarvoor zijn leverancier, de verkoper, in dit geval de installateur, aanspreken. Nou, er is dus sprake van een gebrekkig of non-conform of ondeugdelijk product als een product niet voldoet aan de verwachtingen die de consument, en dat kan zijn op basis van bijvoorbeeld de gebruiksaanwijzing, maar ook op basis van informatie van de installateur, op basis van informatie van de fabrikant. Al die dingen spelen mee. Op basis daarvan kan die consument dus een verwachting hebben in alle redelijkheid. Nou, stel je voor, een omvormer die moet al binnen 3 jaar worden vervangen. Over het algemeen, natuurlijk, het is afhankelijk van het type, de informatie die jullie als installateur en de informatie die de fabrikant heeft gegeven, maar doorgaans mag je wel verwachten dat een omvormer langer meegaat dan die 3 jaar. Nou, dan kun je dus zeggen, even vanuitgaande dat de consument niet hier tegenaan heeft gestoten en dat daar het gebrek van komt, dan kun je zeggen, dan is dat dus een non-conform product. Er is geen sprake van een non-conform product in het geval van een normale slijtage
onjuist gebruik door de consument, het achterwege laten van voorgeschreven onderhoud of onrealistische verwachtingen van de consument. Nou, stel nou, ik chargeer nu heel even, maar stel de consument die is zelf op het dak geklommen en die is zijn zonnepanelen is lekker gaan schoonmaken met een agressief schoonmaakmiddel en daardoor werken ze niet meer. Ja, dan is dat onjuist gebruik door de consument en is er dus geen sprake van een non-conform product. Tuurlijk, dan kan die vragen om reparatie, maar dan zal hij het zelf moeten betalen. En in een specifieke kwestie, hè, als er iets aan de hand is en de consument die klopt bij je aan, is het dus altijd eerst de vraag, ja, wat is de oorzaak van het defect of het probleem? Kon de consument verwachten dat het product of dat onderdeel dat defect is, is het nu daadwerkelijk defect is, of mocht hij verwachten dat het langer mee zou gaan? Nou, in het laatste geval zal sprake zijn van een non-conform product. Als sprake is van een non-conform product, dan kan de consumenteninstallateur daar dus als verkoper op aanspreken. En in zo'n geval heeft hij op basis van de wet recht op gratis reparatie of vervanging. Je bent dan dus verplicht om te zorgen dat het in orde komt, of als reparatie niet mogelijk is, het product te vervangen of uiteindelijk te verwijderen. Gratis reparatie is ook gratis reparatie, dus dat houdt in dat de consument ook niet te betalen, hoeft te betalen voor arbeid. Hè, dat het is echt gratis voor de consument. Nou, als een consument zich nou aan de ene kant beroept op zijn wettelijke rechten vanwege dat non-conforme product en aan de andere kant, jullie zitten met schade en jullie leverancier die wijst aansprakelijkheid tegenover jullie af met een verwijzing naar zijn verkoopvoorwaarden. Hij zegt ja, dat arbeid valt er bijvoorbeeld niet onder. Dan zit de installateur natuurlijk in de knel tussen aan de ene kant die consument en aan de andere kant de leverancier. Als het gaat om die kosten van het verhelpen van dat gebrekkige of non-conforme product. Nou, dan blijf je als installateur met de schade zitten en dat is niet de bedoeling. Want als installateur heb je namelijk het recht om daar schadeloos voor gesteld te worden. Dat heet het regressrecht, komt-ie. En is ook opgenomen in het burgerlijk wetboek. Dus het is echt een wettelijk recht dat je hebt. Ik weet, dit is de theorie. Je moet je recht nog maar zien te halen. Maar ik ga wel met jullie bespreken wat dat nou inhoudt. Want het is goed te weten dat het bestaat. Het is de mogelijkheid voor de installateur om de schade die je leidt, omdat een consument gebruik maakt van zijn wettelijke rechten als het gekochte product niet deugt, om dat te verhalen op je leverancier. Even een vraagje. Je hebt het over de leverancier, maar er zit natuurlijk, kan een verschil zitten tussen fabrikant en leverancier. Nou, in dit geval, maar daar kom ik zo op, gaat het echt om jouw leverancier. En als jij het... Maar staat ook op deze sheet, dat jij het gekocht hebt van een fabrikant, is dat jouw leverancier. Ja. Maar als je het gekocht hebt van een groothandel of een importeur, is dat je leverancier. Ja. Dus jij kan echt met degene waar jij een contractuele relatie mee hebt, daar kan je dat regressrecht voor gebruiken. Van wie je de factuur hebt ontvangen. Eigenlijk, klopt. Ja. Ja, nou ja, goed, een aantal voorwaarden, hè. Goed te weten wanneer kan je dit nou gebruiken. 1 is, de klant is consument, particulier. Nou, daar hebben we het aan het begin van de presentatie over gehad, hè. Als verkoper kan je het regressrecht dus alleen maar gebruiken als je een overeenkomst hebt rechtstreeks met een consument, dus een particulier. Iemand die een overeenkomst sluit in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep is geen consument, bedrijfsmatig koper. Dus doe er goed aan om dat vooraf zeker te stellen. Koop ik aan een consument of een zakelijke opdrachtgever. Daarnaast moet het product een roerende zaak zijn. Nou, een roerende zaak is een zaak die niet past zit in de grond. Of met een onroerende zaak, zoals een woning of een bouwwerk, is verbonden. Een roerende zaak is, denk ook even aan andere producten, een wastafel, een cv-ketel, een bad, een thermostatische kraan, maar over het algemeen ook pv-panelen. Niet van belang is voor het regressrecht dat het product later onroerend wordt als gevolg van bijvoorbeeld inbouwen of inmetselen. Nou, vervolgens moet het verkochte product ook een gebrek hebben. Maar even terugkomen, een roerende zaak, dus zonnepanelen op een plat dak, is een roerende zaak. Als die daarop zijn, ja, bevestigd. Ja, ja, dat is een roerende zaak. Het is niet bevestigd, het ligt erop. Het is niet vastgemonteerd. Als het zonder blijvende schade verwijderd kan worden. En meestal is jurisprudentie die hierover geweest is. Ja. Als het verwijderd kan worden zonder afbraak te doen aan de locatie, is de functionaliteit ook. Dus, is een roerende zaak. Ja, daar zit een verschil dus ook tussen Building Integrated PV en. Gewone PV, Building Integrated PV, is die daar met dat paneel demonteert, heeft 2 functies, en stroommaken en waterafdichting. Dat wordt dus gezien als onroerende zaak.
Dus kan je niet zonder schade verwijderen, want dan inderdaad is de functie van... Ja, moet je even rekenen. Ja, maar maak voorstellen om, daar, om misschien voorbeelden, wat voorbeelden op een rijtje te zetten voor straks voor installateurs. Dan weten we nou dat dat gaan we als uitgangspunt. Ja? Maar in basis zal dit eronder vallen. Ja. Ja. Vervolgens moet het verkochte product dus ook een gebrek hebben. Hè? Nou, daar hebben we het net over gehad. Dus dat consumentenkooprecht. Als het niet voldoet aan de verwachtingen die de consument op basis van gebruiksaanwijzing en andere mededelingen van de installateur of bijvoorbeeld producent daarvan mocht hebben. Mm-hmm. Dus het moet gaan om een non-conform product, die omvormer die bijvoorbeeld binnen 3 jaar al moest worden vervangen, of een boiler die onvoldoende water levert. Ja. CV-ketel die al na 4 jaar gewoon helemaal defect is. De klacht van de klant moet trouwens ook echt wel terug te voeren zijn op dat gebrek in het product en mag niet te maken hebben met het werk van de installateur. Daar ziet dat regressrecht niet op, dus dat kan je niet verhalen op je leverancier. Dat is echt jouw verantwoordelijkheid. Een andere voorwaarde is dat de consument de installateur moet hebben aangesproken op basis van dus die wettelijke rechten. Dus hij moet daar die claim in hebben gediend op en gezet een non-conform product. En als laatste... De leverancier. Dus het is belangrijk dat je als installateur alleen gebruik kan maken van het regressrecht als je het product hebt gekocht van een verkoper die optrad in de uitoefening van zijn beroep op bedrijf. Dus een bedrijfsmatig verkoper, bijvoorbeeld een groothandel, een importeur of een fabrikant. Ja. Ik zit een beetje met de tijd. Ja. We hebben nog 3 minuten. Succes! Nou, ik wilde graag wel een paar voorbeelden geven. Wel de belangrijkste, want ik wil de tijd, maar je lijn heeft ook nog 5 minuutjes, die moeten natuurlijk ook aan bod komen sowieso. Uiteraard. Dus dan, wat we dan doen, is dan, misschien doen we dan nu even geen vragen, daar komen we gewoon op een later moment op terug, dat lijkt me qua tijd even goed. Het verstandig. Ja. Ja. Als voorbeeld, welke kosten vallen bijvoorbeeld onder het regressrecht? Nou, de wet die geeft, hier heb ik een voorbeeld gegeven, maar dat is dan misschien, lees dat voor jezelf even door en ga daar, je krijgt naslagwerk, dus daar staat dit allemaal netjes op een rijtje. Maar de wet die geeft geen opsomming van kostenposten die onder het regressrecht vallen. Het zegt heel algemeen dat je als installateur recht hebt op schadevergoeding tegenover je leverancier. Dan komt het er dus op neer dat alle kosten die direct verband houden met het gebruik door de consument van zijn wettelijke rechten, onder het regressrecht vallen. Concreet zou dat dus betekenen dat het ook niet alleen is voor het vervangen of het repareren, maar ook de voorrijkosten, ook loon over de gewerkte uren, bij wijze van spreken ook je telefoonkosten. Nou goed, het heeft alleen niet als doel dat jij in Sinterklaas gaat spelen op kosten van je leverancier. Hou het redelijk en aan de consument is het ook, die heeft ook de plicht om zijn schade waar mogelijk te beperken. Op de aandachtspunten, je kan dus alleen je leverancier aanspreken. Is je leverancier failliet, dan is het helaas einde verhaal en blijf jij met de schade zitten. Maar dan kan je niet haasje overspringen naar de leverancier van jouw leverancier. Overigens, als de leverancier van de leverancier failliet is, dan heeft hij een probleem en blijft daar de schade. Dus dan is het voor hem geen argument. Maar weet dus ook, een goede inkoopadministratie is vereist. Zorg ervoor dat je kan aantonen dat jij product daar hebt gekocht. En niet dat als een leverancier gaat zeggen, ja luister eens, ik heb jou dit niet verkocht. Kan jij laten zien, jawel. Serienummers in de administratie bij je inkoop. Exact. In dit voorbeeld had ik even aangegeven dat een leverancier zegt, nou ik heb in mijn verkoopvoorwaarden gezegd dat, even kijken. Oh ja, de garantie is gelimiteerd op het leveren van een gelijkwaardig vervangend product. Dus dat doe ik en niet meer. Dat is niet terecht. Hè. Je kan het installateur, wat ik eigenlijk wil aangeven hier, is dat je in je verkoopvoorwaarden als leverancier dat regressrecht niet mag beperken. Dat staat ook in de wet. In het naslagwerk ontvang je ook dat wetsartikel, staat erin. Dus dat mag niet. Daar staat hij niet in zijn recht. Dus die weigering van de leverancier is in dat geval niet terecht. Ook niet als de leverancier zegt, ja luister eens, die gebruiksduurverwachting van die omvormer is 12 jaar, hij is nu na 6 jaar defect, dus doe ik jou 50% van de totale kosten en de rest moet jij maar betalen. Nee, je hebt recht, de consument heeft recht op kosteloze vervanging of reparatie en jij hebt recht om jouw schade, het hele bedrag, te claimen bij je leverancier. Nou, wat ik net allemaal heb verteld, hebben wij samengevat in een brochure regressrecht voor de beknelde installateur. Die kan je downloaden op onze website.
Dus ik zou zeggen, doe dat en dan kan je alles nog eens rustig nalezen. Als je een geschil hebt, is het laatste wat ik nog eventjes wil aangeven. Heb je een geschil met je consument op basis van bijvoorbeeld de APIC, hè, over je werkzaamheden. En je probeert natuurlijk altijd samen uit te komen, maar stel je komt er niet uit. Of over een non-conform product. Weet, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de geschillencommissie installerende bedrijven. Is een onafhankelijke instantie in Den Haag. Heeft zijn basis in de APIC, want is daar genoemd als geschilbeslechting. Dus daar kan bijvoorbeeld de consument dan, als je er echt niet uit samenkomt, zijn klacht neerleggen. Dan kunnen jullie als bedrijf verweer voeren. Natuurlijk mag je ook jouw verhaal vertellen. Zo nodig komt er nog een onderzoek door een technisch deskundige. En dan komt er een behandeling van de zaak. En volgt er een uitspraak. En het voordeel is dat zo'n procedure vaak laagdrempeliger en vaak sneller is dan de gang naar de rechter. Heb je nou geschil met je leverancier? Claim jij je schade, maar houdt die echt de deur dicht en kom je er niet uit? Ja, dan zou je je recht moeten gaan halen. En dat kan je doen bij de rechter. Dat was mijn verhaal. Ik hoop dat het een stukje laatste sheet. Ja, hier staan de contactgegevens op van Techniek Nederland Advies. Dus heb je vragen, wij zitten klaar en bel op Nederland. Goed, dankjewel. Dan dus, mag jij Christa bedanken. Schakel ik snel over naar mijn presentatie. Ja. Voor Marjolein. Marjolein, ja. Ik zal hem even delen. Even kijken dat ik bij de goede sheet terechtkom. Maar voor alle vragen en dergelijke kun je altijd mailen, bellen en dergelijke. Want er zullen nog inhoudelijk heel wat vragen kunnen zijn. Mail het alsjeblieft naar ons toe. Dan kan het ook bij Christa neergelegd worden. En ook bij ons voor de technische vragen. Zodat wij een goed antwoord beschikbaar hebben voor jou. En we gaan zo met Marjolein over Wij Techniek als ik mij hulp bij personele overcapaciteit. Ja, klopt inderdaad. Ik geef het woord aan Marjolein. Daar staat een heel raar woordje in, jongens. Sorry. Personele overcapaciteit. Gaan we snel door. Zo. En nog eentje verder, alsjeblieft. Ja, ik ben van Wij Techniek. Wij Techniek is het onderwijs- en ontwikkelfonds voor de technische installatiebranche. We worden gefinancierd door de bedrijven die onder de CAO vallen. En vanuit daaruit vandaan kunnen wij activiteiten en ondersteuning bieden aan bedrijven. En in dit geval eigenlijk de vraag, ja, als het toch even niet zo goed gaat bij jou en je hebt mensen over. Eeuwig zonde als we mensen uit de branche kwijtraken. Dus laten we ervoor zorgen dat ze in ieder geval in de technische installatiebranche blijven. Of in ieder geval in de techniek blijven. En dat ze voor ons blijven werken. Dus mijn oproep is er vooral, wij zijn er voor jullie. En ik wil je eigenlijk even drie lijnen meegeven. Van, nou, wat kunnen we daarvoor doen? En mocht dat onvoldoende te volgen zijn, zou ik zeggen, we hebben een helpdesk. Daar zit iemand. En die kun je bellen. Dus de volgende sheet. Nou, wat hebben we voor mogelijkheden eigenlijk gezegd van, nou, wat kunnen we hierin doen? Bij een omscholing van je huidige medewerkers, als je zegt van, nou, ik ga me op wat andere activiteiten richten die ook wel toekomstbestendig zijn, dan hebben we een regeling, die hebben we vrij recent gelanceerd. De regeling toekomstbestendige installatiebranche, die is er vooral op gericht van, nou, ik wil mijn bedrijf omzetten naar andere activiteiten. Dat vraagt wat van mijn mensen. Dat vraagt wat van je organisatie. En we gaan met je aan de slag. Met een adviseur die je helpt met bouwen aan de toekomst, zoals dat zo mooi heet. Die gaat met jou een plan opzetten. Hoe zet ik die volgende stap? Hoe zet ik dat om? En maak met jou en je medewerkers een opleidingsplan. Je krijgt daar ongeveer 50% van de kosten vergoed tot een maximum van €3.000 per medewerker en een maximum van €50.000 per bedrijf. Dus je kunt een redelijke aanvraag indienen om wel die stap te zetten. De andere optie is, oké, het gaat nu even wat minder en ik zie wel weer de mogelijkheden dat ik over een tijdje wel weer mijn mensen nodig heb. Kan ik ze collegiaal in- en uitlenen? Daarvoor hebben we jullie krijgen dit ook toegestuurd, een link met daarbij van ja, waarin zijn, wat zijn de mogelijkheden in mijn regio om mensen tijdelijk in en uit te lenen. Dus heb je tijdelijk wat meer mensen nodig, maar heb je tijdelijk mensen die je kwijt wil, dan kan je ze daar aanmelden en kijken, nou, kunnen ze aan het werk blijven daarin. Mag ik wat vragen, Marjolein? Tuurlijk. Veel mensen zeggen van, nou, het is een goede gast, maar ik wil hem wel uitlenen, maar ik ben bang dat ik hem kwijtraak. Zit daar een soort mechanisme in? Is daarover nagedacht? Ja, vertrouwen. Ja, dit zijn eigenlijk stichtingen, zeg maar, die echt wel vanuit goed vertrouwen met elkaar samenwerken en zeggen van, ja, weet je, we zetten dit op, hè, juist om elkaar te helpen. En eigenlijk wel met de intentie vooraf, we gaan niet aan elkaar als personeel lopen trekken. Dus dat is wel echt de intentie die je met elkaar vooraf afspreekt. Ja, uiteindelijk zijn medewerkers hebben zelf een keuze te maken en kan je niemand vastbinden. Maar de insteek is absoluut, ze blijven van jou
En we helpen elkaar even in deze moeilijke situatie. Maar er is ook een afspraak onderling bij de bedrijven. Dan kun je al melden dat je binnen 6 maanden tot een jaar geen van je mensen mag overnemen. Ja. We zien het in regio's ontstaan waar bedrijven bij elkaar hebben gezegd van nou weet je, we blijven van elkaars personeels af. Dus ja, gensbestuur. En dat proberen we hier en op dat wordt hierin ook wel bewerkstelligd. Ja. Anders zou ik het ook niet promoten. Nee. Nou, de laatste die we als mogelijkheid hebben, zit je met personeel omhoog, kan je het niet bij en zie je er eigenlijk geen mogelijkheid meer om ze in te zetten voor je eigen organisatie. Meld je dan bij het servicepunt en dan gaat een van de adviseurs de arbeidsmarkt met je in gesprek om te kijken van kunnen we deze mensen toch ergens anders naartoe helpen. Of kunnen we jou als bedrijf zijn en helpen om ze om te scholen alsnog binnen je eigen organisatie. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de 3 opties die we hebben. Ik had nog een laatste sheet, maar dat ging met name om waar zitten de mogelijkheden voor mensen die hier in de branche werken, waarin we een onderscheid maken. Nou ja, het zijn mensen onder het dak en op het dak, waarin we zeker voor de mensen onder het dak wel hebben gezegd van die zijn vrij eenvoudig om te scholen, hebben vaak ook goede opleidingen en zien wij vooral heel veel potentie om die wel. Je kan je werkzaamheden uitbreiden als zonnestroom instructeur, toch? Met dit soort dingen. Ja, dat is. Nou ja, je kan je verbreiden, je hoeft niet te stoppen. Nee, en dat is eigenlijk wel als we zeggen, die toekomstbestendige installatiebranche daarvan zeggen. Van, kijk wat voor mogelijkheden dat daarin zitten. Kan je daar een product voor jezelf naast zetten? We helpen je graag, we helpen je mee ook je mensen om te scholen. En maak er gebruik van dat. Allround monteur. Zoveel mogelijk. Ja, zien we die trend wel ontstaan? Want ik heb gevraagd of we nog 5 minuten extra krijgen en dan zegt iedereen top. Maar zien we wel een trend ontstaan dat specialistische installateurs zich wel verbreden? Dat er wat meer generieke installatiebedrijven worden? Wat gaan jullie uit? Helene en ik hebben eerder samengezeten over de doelgroep daarin. Als ik kijk wat er specifiek onder wijtechniek valt, zijn dat vooral bedrijven die al een één bedrijf waren en dit erbij zijn gaan doen. Ja. Je zag dit natuurlijk in het begin van de poll ook al wel dat je zegt, we deden ook al wat anders, Dat zien wij ook terug. En dat probeer je eigenlijk hiermee wel te stimuleren. Je zegt veel. Dat je mensen breder opleidt, breder schoppen en breder inzetbaar maakt. Helemaal goed. Dus dat is eigenlijk mijn oproep. Hè. We zijn er voor je als dat nodig is en we helpen je graag. Maak daar zoveel mogelijk gebruik van. Ja. Er zijn mogelijkheden en probeer die technische mensen vast te houden, zodat we voor de toekomst die transitie met z'n allen kunnen realiseren. Ja. Daar gaat het om, denk ik. Dank voor je toelichting. John, was dat de laatste sheet? Of hebben we hebben nog één polvraag. We hebben nog wel een paar andere polvragen, maar die heb ik maar even geskipt. Vanwege de tijd. Als jullie niet erg vinden, Wouter, denk ik niet. Nee. Maar misschien zijn er wat algemene vragen, stel ze in de chat. Maar wij zijn natuurlijk wel benieuwd als laatste polvraag van hoe kijken jullie nu naar de toekomst? Hoe zien jullie nu de toekomst, hè? Met alles wat we tot nu toe weten en wat we vandaag opgepikt hebben? Persoonlijk, ik denk dat er nog een hele goede toekomst is, ook voor zonnestroominstallateurs en voor onze hele sector. Dat blijft. En dan moeten we met z'n allen hard aan werken, samen met die overheid en die anderen. En ik denk dat is mijn conclusie. Daar ben ik echt heilig van overtuigd. Maar goed, ik zit elke dag in het veld. Ik werk bij Techniek Nederland, bij jullie wel. Dus voor mij is het misschien wel makkelijker gezegd dan gedaan. John, even een algemene vraag. Ik heb gehoord dat jullie binnen de vakcommissie, misschien willen mensen dat ook wel weten. Wat voor een onderwerp wordt op dit moment zeer actief behandeld binnen de vakcommissie? Want we hebben nu natuurlijk deze... Dan moeten we naar de voorzitter kijken. Duurzaam. Bij deze. Ja. Want dit is nu natuurlijk een presentatie. Maar wij zijn toch, ondanks dat we het rustig hebben, zijn we ermee bezig. Nou, het belangrijkste is dat we afgelopen tijd, zoals veel installateurs konden lezen, een brandbrief de deur had gegaan. Van dat het 95% van de zonnepanelen installatiebedrijven voor de particuliere markt in elkaar gestort is, weinig opdrachten vanuit de particuliere sector. En daar hebben we, zoals ik zeg, brandbrief naar de ministerie gestuurd. Maar gezien de huidige situatie van de politiek, een nieuwe minister, nieuwe staatssecretaris, noem het maar op, nieuwe regering die geïnstalleerd gaat worden, we proberen wel met de ambtenaren. Serieus genomen. Ja, we worden absoluut serieus genomen. Waar het wel naartoe gaat, ik kijk even naar die vraagstelling, is van hoe kijken we dan naar de toekomst?
John liet even een plaatje zien van de hele energiehuishouden in een woning. En daar moeten we naar op focussen. Wat ook vanuit de wijtechniek heel goed naar voren gebracht wordt. Dat we onze monteurs, onze instructeurs ook meerdere aspecten, meerdere dingen zouden kunnen doen. Dan zouden we ook een verschuiving kunnen krijgen. We moeten een beetje een stabiele markt proberen te realiseren. Wat ik ook heel belangrijk vind is dat ook vanuit de vakcommissie, dat we zoveel mogelijk in samenwerking doen met grote installatiebedrijven. Grote die dus de specialismen zoeken van de installatiebedrijven voor zon, warmtepomp, laadpaal en dergelijke. Waarbij wij structurele projecten kunnen afspreken. En niet continu één offerte en dat is het. Nee, zoals bijvoorbeeld Breeman, een heel groot installatiebedrijf of bouwbedrijven, waar 330 woningen of 400 woningen moeten duurzaam gemaakt worden. Daar moeten we onze zonnepanelen deskundige specialisten ook bij betrekken. En dat zijn ook de routes die we ook vanuit Techniek Nederland op. Even stemmen nog, want ik had hem al opengezet. Ik weet niet of jullie gezien hadden. Maar ik heb in de chat sowieso een opmerking. Ik zie de toekomst met kennis van zaken op het gebied van instellingen voor duurzame en energiebesparing zeer positief. Ja. En algemene trend, 8 stemmen, 4,2. Dus ik denk dat, dat het heel goed is. Doezoen, ik wil als laatste sheet contactgegevens van Helene. Helene, jouw contactgegevens. Dus alle vragen komen bij ons op het bureau. Dat mag ook, hè, bij jou en bij mij. Dus als er vragen zijn van jullie, zorg dat je aansluiting vindt met, of met Helene en met mij. En dan komen we erop terug. En dan geef ik het laatste woord aan ja, aan de voorzitter of iemand die nog iets wil zeggen. We zijn over tijd. Ja, over de tijd. Nog een aanvullende dus ding. Voorzitter. Vakcommissie Zon, die bestaat nu een jaar, denk ik. Graag als er partijen zijn, installateurs zijn, die willen aangesloten worden of die willen in de commissie komen, meld je aan. Want we willen graag gezamenlijk naar de toekomst kijken. En onze gegevens kun je in, als je kunt inloggen in Techniek Nederland, kun je onze gegevens ook daar vinden. Helemaal aangesproken, direct in de camera doen ze. Dus wat dat betreft komt die boodschap wel over. Perfect. Dank voor jullie aanwezigheid. We hopen tot de volgende webinar. Dank je wel allemaal. Dank je wel.